Ja, ik wil eigenlijk beginnen met een heel actuele vraag. Richard, wat is voor jou vanmorgen het meest opmerkelijke vastgoednieuws? Het is eigenlijk een heel klein nieuwsfeitje, maar ik denk wel dat het belangrijk is. Zeker de laatste 24 maanden, als je op vastgoedevenementen komt, dan is er een vrij negatieve atmosfeer. Mm-hmm. En als je dan toch weer de zaal hier binnenkomt en je ziet grote stands en, mm-hmm. en partijen pakken goed, maar op een hele professionele manier goed uit. Dan is dat hopelijk nieuws, wat niet alleen van vanochtend is, maar voor de komende 3 dagen. Johan, aan jou dezelfde vraag. Wat was voor jou vandaag of gisteren het meest opmerkelijke vastgoednieuws? Ja, ik ga even, toch één dagje terug inderdaad, want dat was niet van vanochtend, maar van gisteren. Mm-hmm. Waar heel uitgebreid gerapporteerd werd over een soort verborgen leegstand in de kantorensector. We hebben 16-17% wat officieel bekend is. Mm-hmm. En daar kwam een heel uitgebreid onderzoek die daar nog eens even een schepje bovenop deed met 12%. Dat is natuurlijk heel erg veel. Als je dat zo ziet, ik vraag me af of het nou echt helemaal nieuw is voor iedereen. Maar het is toch wel weer even opkijken dat naar buiten komt. Richard, jij bent sales director Yardi van sales director Yardi Europe, moet ik zeggen. Ja. Yardi is tijdens deze 3 dagen op de Provada goed zichtbaar. Morgen is er het Yardi ronde tafelgesprek. En het onderwerp is standaardisering in rapportages. Ja. Kan je uitleggen wat de link is tussen dat onderwerp en automatisering van vastgoedbeheer? Nou, in algemene zin denk ik dat, kijk, wij leveren software en diensten die gerelateerd zijn aan software aan de vastgoedsector. Wat ik altijd probeer uit te dragen, zowel intern als extern, is dat Yardi een service provider is naar de vastgoedsector toe. Waarom zijn we hier zichtbaar en wat is de link tussen automatisering en standaardisatie? Ik denk dat automatisering een heel belangrijk middel is om transparantie te bewerkstelligen. Niet alleen richting beleggers, maar ook richting huurders en andere zogenaamde stakeholders. Het is technologie, het is slechts een tool, het is niet de allesomvattende oplossing voor het verbeteren van het imago van de vastgoedsector. Mm-hmm. Ik denk wel dat het een heel belangrijk middel kan zijn als het op de juiste manier en in de juiste volume wordt ingezet. Je hebt vandaag Johan Buijs als gast meegenomen. Ja. Johan Buijs is CEO van NSI. Waarom is nou juist NSI een goede match voor de dienstverlening van Yardi? Twee dingen, denk ik. Aan de ene kant is NSI qua naam en reputatie natuurlijk een hele prettige partij om mee verbonden te zijn. Hè, dat je daar een partnership mee bent aangegaan. Ten tweede is de cultuur binnen NSI er ook eentje van dat men heel scherp heeft staan van hoe automatisering en hoe informatiesystemen een belangrijke rol kunnen spelen in het verder verbeteren van de interne organisatie als mede het uitdragen of het verkrijgen van transparantie naar hun stakeholders en dan met name de beleggers. Mm-hmm. Wat zijn voor NSI in de bedrijfsvoering kernwaarden waar de dienstverlening van Yardi goed bij aansluit? Inmiddels is het zo voor vastgoedbedrijven dat het vastgoedpakket en het financiële pakket wat Yardi combineert cruciaal is om je bedrijf goed te kunnen sturen en te kunnen weten wat er gebeurt binnen je bedrijf. En dat is in de huidige marktomstandigheden alleen maar belangrijker geworden. Het is steeds moeilijker geworden om huurders te vinden. Het is steeds lastiger om je business te kunnen doen. Dat betekent dat je steeds meer op je kosten zal moeten gaan letten. Ook omdat je steeds meer inzicht moet hebben waar staat een pand. Wat zijn de kosten die we gemaakt hebben. Hoe doe je dat? Dus voor ons is het cruciaal dat je goede betrouwbare software hebt om gewoon überhaupt je bedrijf te kunnen runnen. En heeft het feit dat NSI een beursgenoteerd bedrijf is daar wat mee te maken? Ik denk dat dat voor ieder bedrijf zou moeten gelden.
wat voor ons een extra punt is, is dat je als beursgenoteerd bedrijf natuurlijk veel meer in de picture staat en transparantie en het aanleveren van data steeds belangrijker wordt om dat op een goede manier te doen. U staat, zeg maar, het toepassen van software in de bedrijfsvoering, dat houdt nauw verband met standaardisering. Waarom is standaardisering voor energie sowieso een belangrijk onderwerp? Nou, dan ben ik terug bij dat stukje kostenefficiëntie. Ja. Mm-hmm. Als je nu bedenkt dat er om iedere huurder gevochten moet worden, betekent het ook dat alles wat je doet rondom die huurders heen op een zo efficiënt mogelijke manier plaats zal moeten vinden. En dat kan je alleen maar doen als je dingen heel goed standaardiseert. Dus als je ook daadwerkelijk weet dat A is, B, B is en dat je precies weet waar welke posten naartoe gaan. Dus standaardisering is daar gewoon cruciaal voor. Je moet exact weten wat je voor gegevens hebt. Richard, ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat Jardi onlangs is toegetreden tot de INREF. Ja. De Europese brancheorganisatie voor niet genoteerd vastgoed. Ja. Welk doel hebben jullie daarmee voor ogen? Dat is met name deel uitmaken van de discussie. En ook graag ons willen profileren als een partij die mee kan denken en die snel kan meebewegen met de ontwikkelingen waarvan wij denken dat ze heel belangrijk zijn voor de toekomst van niet alleen de Nederlandse vastgoedsector, maar van de Europese vastgoedsector. Dus Jardi, van oorsprong een Amerikaans bedrijf. Ja. Het is eigenlijk binnen het management en binnen het bedrijfsleven is bekend dat Amerikanen over het algemeen een stuk verder zijn in standaardisering van rapportages, het toepassen van software op dat gebied. Wat is jouw inschatting? Jij bent de Europese context gewend. Ja. Als je die twee dingen nou met elkaar vergelijkt, hoe komt het nou dat Europa daar altijd een paar jaar achteraan sukkelt? Als eerste is er natuurlijk een groot verschil tussen Amerika als één land. En ja, er zijn wel wat verschillen, zeg maar, die staatgebonden zijn. Maar uiteindelijk is het één grote markt. Mm-hmm. Ik denk dat er nog lang geen sprake is van één Europese markt. Mm-hmm. Nou, goed, het zal nog wel een aantal jaren, misschien een aantal decennia gebeuren voordat er echt sprake is van één Europese markt. Dankjewel. Het onderwerp gaat morgen nog uitgebreid toegelicht worden tijdens het rondetafelgesprek over hetzelfde onderwerp. Johan, dankjewel.